Hallo en welkom op mijn Miranda slash van der Plaats account. YouTube account. Ik heb dus laten zien in mijn vorige tutorial dat je een groeiende deken maakt. Nou, dat is dus deze geweest, zoals jullie kennen, op Jack Sparrow. Ik zei Alessandro, maar dat klopt niet. Sorry. Nou, dus Jack Sparrow. Maar, nou, laat ik dus zien hoe hoe je op deze dus een naam erop kan beduren. Laat ik graag zien. Dit is Gerben. Echt heel trots op. Dit is een 2015 model. En zoals je ziet, staat er ook op zijn deken Gerben. Ja, en dat ga ik dus ook met deze doen. Maar dan voor Jack Sparrow. Kijk, je hebt nodig deze. Ik haal deze kleur er nog af. Maar je hebt nodig een naald en een klosje draad. Jawel. Je draait even. Ah ja, sorry, dat is allemaal een stom, rot, klein dingetje waar ik dus echt helemaal niks mee kan. Oh ja, ik heb trouwens ook nog een schaar nodig. Maar die heb ik nog even niet bij de hand. Nou, dus je hebt dus even zo. Maar kijk, je kan ook als je goed bent. Moet je nooit doen als je echt. Als je dat nog nooit gedaan hebt, moet je dat dan een beetje weten. Nou. Maak hem nat. Doe je het draadje hier doorheen. Bij mij wil dat soms ook best wel moeilijk. Zo. Dan heb je je draad. Dus even een beetje kijken hoor. Trek je aan. Ja, dat zie je wel goed. Zo te zien. Stomme draad gaat weg. Zo. Maak je knoopje. Zo, zo maak je knoopje. Ja, de mijne willen soms niet. Oh. Zo. Dus heb je de draad eraan. Dus dan haal je alles even los. Maar bij mij is dus die al los. Maar dan haal je zeg maar de voorkant even los. Of als je dat al los hebt. Als je dat al los hebt, hoef je dan niet meer los te maken. En dan ga je kiezen aan welke kant je hem doet. Nou, ik doe hem lekker aan deze kant. Dan steek je je naald er van onder het doorheen. Dus zo. Dus niet hier doorheen. Want dan heb je dat knoopje niet onder. En je wil dat knoopje eigenlijk altijd wel onder hebben. Nou, dan ik heb zo. Trek je aan. Heb je hem er doorheen. Dus zo. Dan doe je zo. En dan doe je zo. Ja, en ik heb, omdat ik het zo voorstel, elke keer, dat komt omdat ik geen Apple computer heb. Waar je dat Apple systeem hebt. Dat heb ik niet. Ik heb wel Picasa 3 op mijn PC, maar ja, ik weet niet of je daar. Ja, of je daar filmpjes op mee kan zeg maar verwerken, knippen en zo. Nou, ik schrijf er absoluut niet op. Nou, het is niet echt een perfecte J, maar hier staat nu de J van Jack Sparrow. Naar de A.
Nou ja, kijk, omdat ik dat Jack Sparrow best wel een lange naam is, zet ik Sparrow op de andere kant. Maar de A is ook niet moeilijk. Kijk, dan heb je de A. Zie je, dan ga je een beetje weer dus de naald, ga je er doorheen. Een trekje aan. Kijk, bij mij gaat het dan weer een beetje mis. Daar. Opgelost. Zie? En dan heb je hier de A. Zo. Oh, zo. Doe je die dan daar doorheen. Trek je. Shit, knoop. Dat heb ik dus best vaak. Dan gaan we kijken. Als ik die knopen niet uit kan krijgen, dan... Zo, ik heb het op kunnen lossen. Maar soms dan valt het niet op te lossen. Zo, dan kijk, dan heb je de A. Zie je, er staat een J, J, A. Nee, de C, jong. Die vind ik eigenlijk zelf heel lastig. Maar ik probeer het te doen. Sorry dat ik uit beeld ging. Sorry. Meestal dan ga ik de naam erop zetten als ik geen rutsels en zo heb. Maar ja, omdat ik al zei van daarna, lijkt het en omdat jullie deze deken ook kennen. Ja, om die al eens zou kennen, zeg maar, in mijn vorige tutorial. Dan dacht ik bij mijn eigen, dan doe ik deze maar. Misschien past Sparrow er ook nog wel op, hoor. Kijk. Kijk, nu heb ik dus de J, de A en de C. Dan doe ik de K. Als het niet klopt. Maar ja, het is niet, natuurlijk niet zo dat jullie mij nadoen. Maar jullie doen mij, ja, jullie doen me na. Maar je moet wel je eigen naam erop beduren. Want ik laat eigenlijk alleen zien hoe je. Ja, hoe je moet. Hoe ik het best kan naaien. Kijk, en dan heb ik dus de K. Ik ben met K bezig. En die is niet moeilijk. Sorry jongens, dat hij even viel. Maar hij staat nou weer overeind. Ik ga gewoon lekker door. Geen zin om weer opnieuw te beginnen. Zo. Nou, zo. En dan heb ik de K. Nu staat er Jack. Maar als ik zie, heb ik nog vet veel over. Dus ik ga gewoon proberen om Sparrow erg te naaien. De S gaat als volgt. Steek je naald erin. Zo. En dan ga je een bochtje maken. Zo. Net zoals hoe je een slangenfolter doet. Zeg maar. Maar dan met je baard. Natuurlijk. Met je baard natuurlijk. Nou, het is niet echt een mooie S die van mij.
Sorry. Nou, dus de S en de P. P gaat dus op. Je maakt zo heen. En dan... probeer je een bochtje te maken. Mijn deken laat los, jammer genoeg. Ja, ik zie weer A. Ik heb nu Jack en S-P-A. Ja, de R. Als ik te snel ga, zit er gewoon pauze. Nee, de R. En de O gaat zo. Steek je een naald erin. Je maakt eigenlijk gewoon een rondje. Sorry jongens. Naar die O. Die mislukt dus. Het lijkt helemaal niet op mijn O bij mij. Dus. En dan... maak je de W. Maar de W die is makkelijk. Zo. Zo. Nee. Niet weer. Sorry jongens daarvoor.
De volgende keer dan doe ik het gewoon lekker op mijn kamer. Zo. Dat is een wee. En nou staat er bij mij dus. Hier staat dus Jack Sparrow. Ik ben blij dat het erop kwam. Kan. Zo. Knoopje maak je makkelijk. Zo. Hoppakee. Een aantrekken. Maar aan knippen. En ik heb geen schaar bij de hand. Dus ik kan niet doen. Dus als ik dan mijn ding erop doe, dan zie je Jack Sparrow. Echt een hele. Ja, zo heb ik ook. Ik heb ook andere gemaakt. Plus ribijns. Maar die ribijns die laat ik in een andere tutorial zien. Zo heb ik dus ook. Die van Rosalie gemaakt. Die is echt heel leuk, vind ik zelf. En er staat ook nog een hartje bij, deze kant. En ik heb Jannes gemaakt. Zijn naam erop. En Macho. Vind ik ook heel leuk gedaan. Amy. De Kleine Stela. Ja, en Gerben. En Mini. En ik heb Mini gemaakt. Dat was het de volgende keer. Laat ik zien hoe je moet repainten. En ik laat ook eens een keer al mijn repaint zelf zien. Die ik zelf gemaakt heb. En ja, maar dat komt nog wel een keer. Dus tot de volgende keer. En nou, zet in de reactie wat je ervan vond. Doe het alsjeblieft ook dan gewoon even bij de deken. En ja. Dus. Doei.